Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Metabot Recusho Version tegen Metabee Version. Nou, ik dacht dat dit de visuele cirkel was tegen de Metabee versie. Dat klopt, ja. Eigenlijk de serie waar ik progressie maak en Jordi elke keer hetzelfde doet. Ja, en rondjes loopt. Ja. En elk rondje is hetzelfde deze keer. Dit keer is ieder rondje hetzelfde, ja. Ik ga weer eens tegen onze grote vriend Spike vechten. Oh, je hebt al een heel stuk gedaan. Oké. Ik heb al een heel stuk gedaan. Nee, sorry. Hey, maakt niet uit. Het is een race. Ja. Hoe logisch die race is, dat is weer een tweede. Ja, het is een race. Eerlijk is het niet, nee. Als je even puur kijkt naar wat voor onzin ik soms moet doen. Ja. En jij... Dan kan je inderdaad afvragen van oké, nu snap ik waarom er geen Rokusho speedrun is. Ja, precies. Want je vraagt je echt af van oké, wie heeft deze games ooit gemaakt en waarom op deze manier? Ja. Want stel, hè, je bent dus een kind in die tijd, toen was internet natuurlijk niet zo groot als dat het nu is, zeg maar. En je koopt, denk van, oh, zal ik Rokusho version kopen of zal ik... Metabee version kopen. Oh ja, die Rokusho ziet er wel vet uit. Laat ik dat eens proberen. En dan denk je echt van, what the fuck is dit? Ja, want... En dat is denk ik het grootste probleem van deze game. Er wordt ook letterlijk niks uitgelegd. Nee. Dus kijk maar... figure zelf uit wat de bedoeling is. Ja. En ik ben sowieso geen fan van hoe ze deze dungeon hebben gedaan. Want dat je niet terug kan. Ja, dat je niet terug kan. Ja. Van, stel nou, je zat echt vast en je dacht van, weet je wat, ik wil dingen gaan grinden. Ik wil bij wijze van spreken zo'n hele zeemermin verzamelen. Ja. Nou, kan niet. Nee. Maar dus kan dat echt niet? Nee, je kan niet terug. Je kan nu? Nee, nu kan je niet meer terug. Nee, dat klopt. Dus dan was je enige oplossing geweest. Ja, jammer dan, ik begin de game opnieuw. Maar kan je die ook niet daar tegenkomen, die zeemermin? Nee. Het enige wat je daar tegen kan komen is Rubber Robo, anti-air crap. En zo'n yogi met zo'n scout. Okay. En ik heb scout geprezen in de eerdere parts van deze serie. Ik begin nu achter te vragen van waarvoor gebruik ik het eigenlijk. Ja. Yeah. Want als je iets niet kan raken, dan maakt niet uit hoe vaak jij scout doet. Dan ga je het niet raken. Nee. Dus ja. Nou, Milan weet het nog niet, maar ik heb letterlijk alles even opnieuw gedaan. Ik ga wel zometeen wel versafe staten wanneer ik weer bij de Rubber Robo ben. Heb je alles opnieuw gedaan? Nou, ik heb even dingen getest van oké, wat werkt en wat werkt niet. Maar wel op zo'n manier dat ik niet iedere keer met een safe state heb kunnen doen. Want jij, ik kan toch niet tussen fights dingen aanpassen. Oké. Dus was kijken van oké, wat werkt bij Koji en wat werkt bij de Rubber Robo. Nou ja. Koji werkt letterlijk alles op. Mm-hmm. Dan kan je volgens mij nog aankomen met één metabot en dan win je alsnog. Ja. Yeah. Maar met die Rubber Robo heb ik, laat ik heel eerlijk zijn, echt een half uur gewoon echt getest. En dan ook nog op speedknop van oké, wat werkt en wat werkt niet. Dedication. Nou ja. Hoe verloopt je fight nu, zeg maar? Oh, volgens mij is Jordi even komen. Since you've been gone, I can't breathe for the first time. Daar heb je hem weer. Ja, zoals ik al zei, soms vindt dingen leuk om even weer uit te vallen. Ik snap ook niet waarom. Heel raar. Nee, wat ik heb gedaan is, ik heb gewoon even gesaved. Ik heb geen safety neergezet, ik heb Koji dus opnieuw gedaan. Ja. En op het moment dat ik Koji opnieuw had gedaan, nu vecht ik pas tegen die Rubber Robo. Oké. Ik ga niet safe state, want opnieuw safe state kan je eigenlijk niet doen. Omdat ik kan toch niet tijdens mijn voorbereiding van die fight dingen aanpassen. Dus wat ik voor Koji klaar heb liggen, dat gaat ook mee naar die fight. Ja, precies. Alleen dan hoef je die, alleen als je safe state, hoef je die fight niet elke keer opnieuw te doen. Nee. Oh ja, maar dan kan je ook niet meer switchen. Bingo. Oh jawel. Als je gewoon normaal saved in-game en je doet een save state bij Koji, of Koji, zeg maar. Precies, maar ja, dan moet ik alsnog testen, bouwen en dan bij save state het klaarmaken. Ja.
Dus maakt niet uit hoe ik het doe, ik ben tijd kwijt. Dat wel. Dus ja. Ik heb iedere keer mijn coachje gewoon gedaan en gewoon gekeken. Maar het is, ik ben heel eerlijk, dit, als je een kind bent, dit ga je niet grijpen. Dit ga je niet grijpen als kind. Echt raar. Want er zitten echt heel veel dingen waarvan ik denk van oké, dat is heel logisch. Er zitten ook ineens dingen van, zoals bijvoorbeeld volgen parts, volgen toch welke onderdelen allemaal zijn in de shop. Nou, je krijgt bij wijze van spreken bar weinig. Ja, je krijgt hartstikke weinig. Gewoon helemaal niks nieuws eigenlijk. Nee. Het zou leuk zijn als je gewoon hier gewoon een hele nieuwe bot kan maken, zeg maar, die je nog niet hebt of die je nog niet kent. Of ja, waar je in ieder geval nog niet alle stukjes gewoon had kunnen grinden, zeg maar. Ja. Zoals bijvoorbeeld, nou ja, misschien een seeding, wie weet. Ja. Zoals, stel dat ze hadden jou de Squid Guts gegeven, die van die Rubber Robo. Mm-hmm. Supergoed is hij niet, maar hey, het was iets anders geweest. Ja. Ik bedoel, ik moet het nu ook doen met 2 anti-airs en het lukt allemaal wel. Maar het liefst zou ik ook nog gewoon 1 andere bot hebben, zeg maar. Mm-hmm. Want die groene anti-air, zeg maar, die is echt slecht. Die gele die is nog wel oké, maar die groene is echt slecht. Ja. Nou, oké. 1 al weg. Nou, jammer dan. Ja, maar dat is het voornamelijk. En ik ben nog steeds van mening. Deze game had gewoon turn-based moeten zijn. Ja, precies. En ik kan zeggen van, ja, het is nou ook turn-based, maar... Ja, dit is anders turn-based. Iets logischer turn-based. Ja. En dat kan je ook beter zien, want met sommige dingen vraag je soms echt al van, oké, wat doet dit nou? Ja, het cancelt alleen bepaalde items. Oké, maar kan ik dit voor de rest gebruiken? Nee. Oh. Heel sad. Oh, Samantha is kut. Nou ja, ik is voor mij later pas, dus... Ja. Zo. Thunder? Oh ja, die is niet. Kijk, het enige mooie nu wel is aan het healen van, omdat twee characters van mij gewoon die missiles kunnen stoppen, heb ik gewoon ruimte om gewoon te zeggen van, weet je wat, ik heal tussendoor. Ja. Jezus, wat doet het veel damage. Oh, dat vind ik zulke kut dingen. Die soort van rollerbanken die ze dan zeg maar op de midden plakken. Die zijn zo kut. Doe gewoon in één keer Madabies voeten, hè? Die hebben 45 health. Die in één keer kapot. Ja, dat is klote. Ja, ik weet dat ik niet mag zeuren, maar ik doe het toch wel. Nee, je mag gerust zeuren. Nee. Laten we eens even eerlijk zijn. Deze game doet genoeg dingen waarvan ik afvraag van ja, oké. Okay. Had ook op andere manier gekund. Yep. Nou, laten we even kijken of dit genoeg is, maar betwijfel ik eerlijk gezegd. Want ik heb wel getest, maar het is geen 100% nauwkeurigheid wat ik hieruit kan halen. Dus het kan zo meteen zijn dat ik er doorheen kom, kan ook zo meteen zijn dat ik gewoon weer opnieuw moet laden. Heel sad. Ja, maar er is geen 100% nauwkeurigheid hier, want het ding is ook nog van... Kijken? Ja, verloren. En dan heb ik dus al zijn armen kapot gemaakt. Maar ja, omdat ik al technisch gezien begin met één extra medderbot, zolang je maar die extra medderbot kapot kan maken en ik kan niet hem verslaan. Ja, jammer dan, dan komt er al heel snel niks van te pas. Oeh, deze ben ik wel benieuwd wat het is. Ik zou nog graag een dames templateje willen hebben. Een dames timpad, ja op zich. Ja, die. Ja, want jij hebt 4 timpads en ik heb maar 3. Oh. En ik weet ook niet hoe ik bij die oma terug kan komen. Gewoon zeg jij, ik heb honger, komt opeens oma uit de lucht vallen. Nee. Hey, werkt dat? Ja, wie weet.
En ik ben benieuwd waar dat tapje 4 koffer is, want daar kan ik me helemaal niet herinneren. Tapje 4 koffer? Nee, 4 kol. Oh, 4 kol. Ah. Ja. Ja, dat is inderdaad een goeie. Oké, dat is mooi. Ik moet even kijken naar de settings, want voor mijn gevoel gaat deze traag. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn omdat ik de dingen zo heb aangepast dat ik wat trager beweeg dan normaal. Ja. Maar dat is ook weer iets zo van... Ja, je hebt zwaardere equipment, dan ben je trager. Oké, maar doet dan ook meer damage? Nee. Nee, dat niet. Het enige wat trage equipment meestal wel heeft, is dat ze meer health hebben. Ja, klopt. Nog meer HP, dus of meer punten. Hoe je het ook wel noemt. Je snapt wat ik bedoel. Nee, ik snap wat je bedoelt. Maar ja, we zijn al wel achter geen Rokusho meer gebruiken. Ja. Want dan krijgen ze een Rokusho boner van. Nou, dat en je verliest letterlijk gewoon je hele ding. Mm-hmm. Dat vind ik inderdaad nog het meest rare van. Nee, Rokusho is zeer goede metabot. Oké. Okay. Jij heeft maar 20 HP. Oké, okay, dat maakt niet uit. Wat is de rest dan? Jij ook 20. Oké. Okay. Ja. Ja, dit is ook weer een verloren poging. Ik run hem uit, maar... betwijfel het eerlijk gezegd. Want hij heeft ook twee van metabots kapot kunnen maken omdat hij dit hoofd kon raken. Mm-hmm. Kijk, het enige voordeel aan de huidige setup van mij is... ze kunnen mij niet raken, zolang ze niet sacrifice doen. Nou, deze doet dat nu wel. Maar zolang ik maar op tijd ben en er gaat niks verkeerds kapot, dan kunnen ze niks doen. Nou ja. En eigenlijk had ik het graag gewild dat ze misschien dan nog een extra check hadden gedaan. Van hey, hun kunnen eigenlijk niks meer tegen jou doen, dus jij wint bij default. Ja, precies. Want de enige wapen wat ze nog hebben zijn missiles. En missiles werken niet op deze metapod. Dus... maar dan door de tijd verlies je dan of zo? Ja, dan verlies ik door de tijd, ja. Want bijvoorbeeld, ik heb nu... mijn andere twee zijn kapot. Puur omdat één sacrifice precies dat item heeft kapot kunnen maken, waardoor missiles kapot gaan. Ja. En ja, de andere is gewoon heel simpel. Ja, sorry. Sacrifice killt alles, dus ja, jammer dan. We raken net je hoofd. Oeps. Wat een... ja. Want ik heb nu letterlijk alles van hem kapot kunnen maken, behalve zijn hoofd. Dus beide metabots zijn kapot. Mm-hmm. Dus de armen zijn kapot, de benen zijn kapot. Maar het hoofd is er nog, ja, jammer dan. Dus ja, dan heb je verloren. Om het eerlijk te houden. Ja, het is goed met je eerlijk houden. Ja. Als je het eerlijk zou hebben gemaakt, dan... zou je gewoon hebben gezegd van, ja jongens, zo doen we het en niet anders. Yep. En je had natuurlijk best gemaakt. Is het uiteindelijk niet gewoon degene die de meeste parts verloren is ofzo? Ja, dat is de manier, ja. Dus eigenlijk, als je gewoon één goede metabot hebt met, nou ik wil zeggen gewoon alle vier de onderdelen met 999 HP. Yeah. Dan maakt het niet uit of de andere drie gebruikt, of vijf, of acht. Nee. Zolang jij maar drie van hun metaparts kapot kan maken, yep, heb je gewonnen. Mm-hmm. Nou, het is me één keer gelukt. Chain reaction. En dan is het klaar. Gewonnen? Snap je nu die onzin van deze fight? Ik hoef maar één keer het hoofd te raken en het is klaar. Maar ja, dan moet ik wel het hoofd raken. Maar ik ben wel blij dat je het hebt gehaald. Ja, ik ook. Yeah, Jordi is verder. Kaboom. Jordi kan progress eigenlijk maken. Echt, hè? En dan zal het zometeen mooiste zijn, dan fight ik tegen iemand, ga ik dood, dan mag ik het opnieuw doen. Oh, safe alsjeblieft. Ja, uiteraard. Ga ik sowieso doen. Goed zo. Echt, wat een onzin was deze fight. Want het is ook letterlijk van, als je maar één keer het hoofd goed kan raken, dan ben je klaar. Ja. En soms kan het heel chill zijn. Alleen soms kan het ook echt jou echt naaien, zeg maar. Hmm.
Klopt, ja. En maar dat is ook het rare. Je kan ook letterlijk zoveel fights doen dat je in principe alles van hem kapot maakt met het hoofd. Maar ja, dat hij dan net met de eerste hit jouw hoofd raakt. Maar ja, dan ben je klaar. Mm-hmm. Maar ja, jij hebt de Spider Medal, hè? Ja. Ik kreeg de Phoenix Medal. Oeh, die klinkt heel vet. Werd het dat waarschijnlijk maar een level 1 medal is waar je eigenlijk geen kloot aan hebt. Maar ja, ik heb ook niet echt het gevoel dat die levels iets doen. Nee, maar dat is ook het hele ding. Die levels doen naar mijn mening ook gewoon helemaal niks. Jij kan, en zometeen, ik kan bij wijze van spreken een level 90... Kuwata? Zo'n medal doen van Rokusho. Level 90, mm-hmm. Huppakee, alle medal force. En dan kan het alsnog niks uitmaken. Ja. Dus ja, dan vraag ik echt van, oké, wat heeft dit voor een zin? Niet. Ja. Maar dat is het ook. En volgens mij promote deze game ook gewoon... Ja, sorry, maar jij moet maar gewoon sterke dingen gebruiken. Dus, oh, is dat het? Vind jij Rokusho een mooi ding? Ah ja, maar dat vinden wij ook. Maar ja, je kan hem niet verder krijgen dan hoofdstuk 1, want daarna is je gewoon te crappy. Ja, ik denk dat het voornamelijk is. Nou, anders kan ik echt niet begrijpen van waarom je Rokusho zou willen helpen, want dan is het echt challenge mode. Ja, precies. Het is niet makkelijk. En Rokusho Nuzlocke. Maar dan had ik hem lang verloren. Nee. Oh jee, ik weet niet wat ik moet doen. Je kan me inhalen. Ja, geef me even 2 uur. Oké. Okay. Toch even. Je bent nog steeds met ding bezig? Of? Nee. Ik ben klaar met het tournament, denk ik. Alleen ik weet nu niet zo goed wat ik moet doen. Nou, je prijs ophalen, toch? Nee. Oh. De parade die is begonnen, zeg maar. Alleen ik kan... Ik kan niet... ik denk dat ik het heb gevonden. Oh nee, toch niet. Ik weet nu gewoon niet wat ik moet doen. Ik mag ergens niet langs, omdat de parade is begonnen. Maar... Oké. Klinkt heel logisch allemaal. Mm-hmm. I can't let you go this way. Nou, weet je wat? Flikker aan mijn pak. Oh jee, een wilde battle. Dat weet ik niet. Nee, toch niet? Nee. Kom je eigenlijk nog speciale dingen tegen momenteel, of is het een beetje standaard variatie dingen? Dus nou, er zijn wel... Oh, nou nee, voor mijn gevoel niet, maar moet zeggen dat ik daar ook niet echt goed op let hoor, als ik heel eerlijk ben. Wel nog gewoon dingen die wel bekend voorkomen van die je eerder bent tegengekomen, voor het grootste gedeelte. Ik moest net tegen een gastje, maar dat was echt een character in-game, zeg maar, die ook sprak. Ja. Met allemaal cactus cowboys. Mm-hmm. Nou, dat is het een beetje. En nu moet ik weer tegen die ene die vogel heeft. Weet je nou wat ik bedoel? Ja. Die witte vogel met die bij. Mm-hmm. Ja, nou, dat is geen specifieke. Dus je kan bij wijze van spreken gewoon een random medal zone tegen ophalen. Ja. Bij, ja. Uh-oh. Die gaat nog niet. Zo. Nou, we zijn eigenlijk een verdomde cave uit. Ik ga ook gewoon die rubber robo met als zien gebruiken. Ik wil die langzaam zeker ook een beetje bijbenen. Ja, precies. Oké. Nou,
Even, ik zie hier nog een random ding. Ik denk van, weet je wat, ik pak even misschien... Hopelijk pak ik misschien nog een onderdeel voor een zeeding. Want ik heb momenteel gewoon die twee lopende... ...metabots. En ik wil misschien nog upgraden naar iets anders. Dat zou zeer mooi zijn. Kijk, wel, kijk. Ik ben nog steeds mening, Rocco Show is gewoon crap. Mm-hmm. Maar hij is wel goed. Huh? hij doet wel gewoon damage, maar ja, hij kan gewoon niks anders. Yep. Want er is momenteel niks wat zijn damage output kan bereiken. Zonder een bepaalde buff. En dat is dan ja, een beetje gesloten. Dus ik dan denk ik ook van, weet je wat, dan gebruik ik Rokushoma. Maar. Want de andere die ik heb, daar heb je soms ook gewoon geen kloot aan. Dan denk ik ook bij mezelf van, ja. Het bestaat, maar dat is het. Ja, het doet 3 damage en zo'n ding heeft 70 HP. Ja, dat weet ik het ook wel. Dan mag gewoon Rokusho gebruiken met zijn 30 hit. Zo. Oké. Nou, laten we even kijken of dit genoeg is. En dan kan ik ook zo meteen naar freaking Metabot Island. Metabot Island, yay. Ah, ik heb gevonden wat ik moest doen. Oké. Ja. Dan kom ik er langzaam zeker ook wel, alleen het duurt wat langer. Ik denk dat ik zo meteen wel, als ik met op het Arling ben, gewoon echt alle onderdelen ga halen voor die slang. Maar ik ben nou op zich wel onder indruk van wat die slang allemaal kan doen. Sizzen. Klaar. Oh nee, niet de Metacoaster. Ja, de Metacoaster. Wat is de Metacoaster? Volgens mij is dat... ik dacht dat dat... nee, ik denk dat dat nog verder is. Dat spiegellabyrinth. Dit zal wel een coaster zijn. Weet je wat ik irritant vind? Ik denk van, oh, die bot zou ik wel willen. Maar ja, ik vecht maar bijna nooit tegen deze persoon. Nee. Ja, dan zou je eens naar van, oké, hoe moet ik dit dan doen? Ja, goede vraag. Nou. Het duurde bijna 3 uur. Volgens mij duurde het al 3 uur. Maar wij kunnen eindelijk weg uit deze plek. Leuk. Maar... Ja. Met al alles wat je erbij hebt gedaan, heeft het zeker 3 uur geduurd. Ja, het voelt ook echt gewoon alsof je geen progressie maakt. Dan eindelijk, hè, ben eindelijk uit. Ja, precies. Nou, laten we eens even een medal ophalen. Wat is wijsheid? Kappa. Ik zou die clown wel willen eigenlijk. Maar hoe krijg ik die clown? Goeie vraag. Zo. Nou, hadden we vergeten. Even kijken. Nee, ik wil geen muis. Jij had de kappa gepakt, hè? Ja, volgens mij wel. Ja. Oké, dan pak ik... De kameleon. Ik heb geen idee of dit zin heeft. Ik heb ook geen idee of ik dit ga gebruiken, maar weet je wat? We kijken wel. We zien het. Ik heb ook eindelijk alle broken parts ingeleverd. Ja. En ik dan... ben benieuwd wat daar uitkomt en wanneer je dat kan ophalen. Einde van de game. Ja, wat heb je eigenlijk voor gekregen? Ja, twee level 1 dingen. Yay. Kijk, we zijn wel sarcastisch. Nee, maar laten we ook heel eerlijk zijn. We werken nog steeds met level 1 dingen eigenlijk gezegd. Yeah. Zo.
Nou, zien we eigenlijk Rubber Robo HQ. En dan gaan we eindelijk mooi door. En dan kan ik ook eindelijk naar freaking amusement park. Zo. Ik vraag me soms echt ervan. Ze mogen wel Rubber Robo zijn, hè? Maar is hun pak ook echt gemaakt van rubber? Ja. En met een lightning rod op hun hoofd. Oké. En we weten zeer zeker dat het niet Team Rocket is? Nee, dat weet ik niet zeer zeker. Huh. Ja, ze verloren zo vaak van Ash. Dat misschien zijn ze het. Misschien niet. Foto te doen, gaan we weer verder. Deze game is ook super duidelijk met die dingen van. Ja, misschien moet ik ding vragen. Maar daar ben ik er al. Zo van. Hè? Ja. Want nu moet je van je moeder en je ouders naar Erika toe, dan weer terug naar je moeders en ouders. Ja. Maar je weet pas dat je naar je moeders en je ouders moet wanneer je naar je moeders en je ouders bent opgegaan. Ja. Het is heel logisch. Zeker, zeker. Oké, weet je wat ik wil doen? Ik ga wel de duplicate parts die ik heb, ga ik wel verkopen. Nou, dat is op zich wel slim. Met uitzondering van een paar. Zoals bijvoorbeeld het ding die van Koji krijgt. Dus het is ook echt racistisch, hè. Vrouwelijke parten kosten verkopen gewoon meer dan mannelijke parten. Echt. Ja, seksistisch is het dan, hè? Nou ja, dat is inderdaad zo, maar alleen de vrouwelijke parten zijn een mooiere kleur ook nog, dus ja. Nou. Anders had je inderdaad gelijk gehad, maar. Want ik kan ik ook letterlijk zien. Oké. Een geelachtig iets wat lijkt op een vleugel is 5 euro, maar wat lijkt op. Nou ja, kijk, als ik nog een vrouwelijke voorbeeld. Ja, kijk ik hier naar een vrouwelijke die mooi roze is. Die is 13 euro. En dan zie ik hier weer een blauwe kleur, dat is maar 6 euro. Maar kijk ik dan weer naar een vrouwelijke part die mooi zwart met oranje is. Dat is dan weer 14 euro. Het is voor mij gewoon een combinatie van seksisme en. Seksisme en racisme. Allebei. Ja. Zo, even kijken, waar moeten wij naartoe? Moeten we naar beneden? Nee. Moet ik naar beneden toe? Ja, ik ben even kijken wat. Ik weet ongeveer waar ik naartoe moet, maar. Heb jij met iedereen gepraat en zo? Je bent ook al bij de professor geweest om je broken part? Ja, ik zie het al. Ik zat te hoog. Nou ja, links onderin, ja. Ik denk van oké, alles staat mooi aan elkaar, midden van de kaart. Links, rechts, boven, onder. Nee, deze is al van nee, weer links onder. Ja, nou. Nou, hebben we het mooie schip. Nou, voor de rest gebeurt het niet zo heel veel nu. Wat veel gelul allemaal. Yup, daar zit ik nu ook mee. Want het zegt ook niks, hè? Het is ook niet.
ik maak soms wel vaak de grap met RPG's van het is belangrijk omdat het een kleur is, maar hier is zo van, er is geen kleur, alles is zwart. Oké, laat ik eerst even kijken of ik een shop kan vinden. Shop is in de, aan de rechterkant. Oké. Ja. Ik kan nog steeds alleen maar de Cobra en de Hatching kopen. Godverdomme. Nou, Hatching is op zich ook niet verkeerd. Want dan heb je tenminste een mooie zeeonderdeel. Hatching is toch die spin, die rode? Ja, octopus spin. Oh, en hier kan ik alleen maar dingen aanpassen. Oké. Hier kan ik alleen maar dingen aanpassen. Ja, de naam van de medals. Ik weet niet waarom dat zo willen, want klopt. Volgens mij is een squid al op zich duidelijk genoeg, maar ja. Mm-hmm. Oké, medal parts. Ik maak eindelijk een keer de volledige cobra. Zullen wij de aflevering gaan beëindigen? Ja, het is inderdaad tijdje. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Dan zie je heel erg bij de volgende aflevering weer van Metabots. Adios, amigos.